Goedenavond, mevrouw Bret. Nou ja, een heel spannend gedeelte natuurlijk is de coalitievorming. Ja. Hoe staat het daarmee? Het is een broedende kip. Een broedende kip? Ja, en die moeten vooral niet storen. Ja, oh, dus u wil eigenlijk niks zeggen? Nou ja, ik wil zeggen dat het in goede harmonie gaat, dat het prettige gesprekken zijn en dat ze nog uitgebreid zitten te broeden. En wij lezen dan dat meneer Van Dijk toch wel de nieuwe wethouder zou kunnen worden? Nou ja, dat is wat de Partij van de Arbeid heeft aangegeven. Dat als het lukt, dat hij dan de wethouderskandidaat is. Nou, dat is alleen maar goed om daar duidelijk over te zijn. En wat zijn andere kandidaten? Dat zijn degenen die nu in het college zitten. Ja. Hoe gaat zo'n overleg? Zit je dan met elkaar bij elkaar met de drie partijen, de coalitiepartijen? Zijn het drie mensen of zes mensen? We zitten op dit moment met vier partijen. Dus de drie zittende coalitiepartijen en de Partij van de Arbeid. En dan bespreken we eigenlijk in alle openheid waar we elkaar kunnen vinden en hoe we elkaar kunnen vinden. Maar de Partij van de Arbeid zit in ieder geval aan tafel. Ja, zeker. Ja, dat zijn de onderhandelingen. Dat zijn de onderhandelingen. Ja. Ja. Dus dat betekent dat de andere partijen al afgevallen zijn of moeten die nog aan tafel komen? Nee, we hebben met alle vier de partijen met twee of drie zetels hebben gesproken. En dat waren stuk voor stuk hele prettige gesprekken. Maar als je dan gaat kijken van, je begint met waar kun je elkaar vinden en zijn er nou echt blokkerende dingen? En dan waren er toch bij de andere partijen of meer blokkerende dingen, of zoals in het geval van de ChristenUnie, heel plezierig gesprek. Maar die hebben twee zetels en daarmee zouden we dan niet aan net de meerderheid niet genoeg, dan komen. Dan zouden we nog iemand bij moeten. Ja. Dus je bent op zoek naar één partij. Nou, dat had op dit moment onze voorkeur. Ja. Ja. En dan zou het alleen zijn streekbelangen, denk ik, met drie zetels. Streekbelangen was de andere met drie zetels, maar die lagen verder bij de coalitie vandaan. Ja, dus die vallen af, dus het wordt in ieder geval de Partij van de Arbeid. Als we er met elkaar uitkomen. Ja. En als u daar niet uitkomt, want dan kan het maar heel lang duren. Nou, dat kan het heel lang duren, maar wat we van begin af aan hebben gezegd, hè, dus we houden ook de optie open om een soort minderheidscoalitie verder te gaan. Ja. Dat je een soort zakenwethouder aanstelt voor de werklast. Dat je wel voldoende bestuurskracht hebt. En dat je met ieder voorstel gewoon een meerderheid moet je vinden steeds naar de raad terug. En dat is überhaupt of we nou een coalitie krijgen met een meerderheid of niet, willen we heel graag veel meer samenwerking binnen de raad. Met elkaar. Ja, dat kan uit, maar een meerderheid is natuurlijk wel fijn. Het is fijn. Het is überhaupt prettig. Ook voor de huidige zittende collegeleden is het heel prettig om de werklast voor iets te kunnen verdelen. Want ze laatste hebben vraag. Wat is de tijdspanne ongeveer dat het bekend gaat worden? Ja, we hopen er wel binnen een week of twee, drie helemaal uit te zijn met elkaar. Nou, en morgen. Als dat niet lukt, dan zien we daarna weer verder. Dan wens ik u in ieder geval nog goede onderhandelingen. Dank u wel. Dan gaat de Partij van de Arbeid aan tafel aanschuiven. Ja. Dank u wel. Ja, dan ga ik natuurlijk niet zeggen de komende wethouder, want het is natuurlijk allemaal nog erg onduidelijk. Ja, maar u heeft op de verkiezingenavond wel gezegd dat wij zijn wel een bestuurspartij. Dus u wil dat wel. Dat klopt, ja. Als de mogelijkheid er is om te besturen en om op die manier de zaken te regelen en te organiseren voor de inwoners, dan staan we daar voor elkaar voor open. Ja. Klopt. Nou is het college werkprogramma door u eigenlijk, nou weggestemd is een beetje een lelijk woord, maar u heeft een stemverklaring afgegeven, dat wilde u heel graag, maar u bent tegengestemd. Dat klopt, ja. Ja. En dat was specifiek op het sociaal domein. Onder andere, ja. Ja. Er zijn een aantal onderwerpen geweest waar wij anders over denken of waar we andere accenten willen leggen. En dat is de reden dat we toen tegen Ik ga even toespitsen op dat sociaal domein. Wat moet er nou voor u veranderd worden in het college werkprogramma om te zeggen, ja, dan wil ik wel die wethouder worden. Ja, maar dat zijn concrete onderwerpen en die zijn onderwerp van gesprek, zullen we zeggen. Daar ga ik nu geen mededeling over doen. Nee, ik snap dat u over het gesprek geen mededeling moet doen, maar wat is nou partijstandpunt van de Partij van de Arbeid waarvan u zegt, ik kan me echt niet vinden in het college werkprogramma. Dat moet er dan uit. Nee, maar nogmaals, dat zijn punten die onderwerp van gesprek zijn. En daar doe ik nou op dit moment geen mededeling over. Dus dat is lopende, laten we zeggen, onderhandelingen. Doen we daar geen mededeling over? Nee, ik snap de lopende onderhandelingen. Ja. Hij strookt alleen voor mij dan niet zo met de nieuwe bestuurzaal. Dat we zeggen, dat gaan we toch een beetje anders doen. We gaan wat transparant zijn. Ja. Want het is wel de Partij van de Arbeid. Dus het sociale stuk moet er wel in komen. Zeker, zeker. Voor ons een heel belangrijk onderwerp. Ja. Dat is een van de minimabeleid moest erin. Dat heeft u in uw zeepkistraal ook heel duidelijk gezegd. Nee, het sociaal domein is voor ons een heel belangrijk thema. Dus dat is zeker ook onderwerp van gesprek. Maar over de concrete inhoud van de gesprekken doe ik helaas, daar kan ik geen mededelingen doen. Dat doen we achteraf, als het proces voorbij is, ben ik graag bereid om ons te verantwoorden over het proces dat gelopen is. Ja. Maar gedurende het proces, en ze zeggen ook wel eens, een broedende kip moet je niet storen. Ja. Dat geldt ook voor dit proces. Ja, dat hoorde ik ook inderdaad van mevrouw Bret ook, dus u hebt daar weer goed afspraak over. De broedende kip die gaat dan wel terugkomen. Ik heb nog een andere vraag voor u. Op de avond dat bekend werd dat Lokaal Liberaal eruit ging, toen vroeg ik aan u. Toen dacht u natuurlijk, plaatsenvrij. Toen zei u, nee, heb ik geen moment aan gedacht eigenlijk. Maar op een moment dacht u, nou, ik kan wel toetreden. Wanneer komt dat dan? Ja, op een gegeven moment gaat de coalitie andere partijen benaderen. Ze hebben een aantal partijen benaderd. Viertal partijen om daarmee het gesprek aan te gaan. Nou, dat waren wij ook. En toen zijn we het gesprek met de coalitie aangegaan.
En dat was een heel prettig gesprek, moet ik zeggen. En op basis van die gesprekken heeft de coalitie gemeend om met de Partij van de Arbeid verder verdiepende gesprekken te voeren. Ja. En hoe gaat zo'n gesprek? Zit jij met z'n vieren gewoon aan tafel erg in een huis of in een café? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Dat in de breedte. Namens de vier partijen zijn verschillende mensen zitten aan tafel. Een delegatie, zullen we zeggen. En dan voer je de gesprekken met elkaar. Ja. Ja. En als, stel voor u wordt wel wethouder, dan gaat iemand op de lijst dan wel in de raad. Dan komt er een nieuw persoon in de raad. Dat klopt. Ja. U gaat niks zeggen over onderhandelingen, dat snap ik. Ja. Maar het wethouderschap aan zich, past dat bij u? Ik denk het wel. Ik denk dat ik een hele belangrijke toegevoegde waarde kan bieden. Ja. Zoals? Nou ja, kijk, ik ben al jarenlang actief als raadslid en zelf werk ik ook bij een andere gemeente in Nederland. Dus ik denk dat ik het politiek bestuurlijke proces van zowel vanuit de raad als vanuit de gemeentelijke organisatie heel goed ken. En dat dat van pas kan komen in de rol van wethouder die in Stichtse Vecht. Ja, ik denk zomaar dat we naar een nieuwe wethouder zouden kunnen kijken. Ik weet dat u er niks over gaat zeggen, maar ik durf daarvan zo'n beetje een voorspelling voor te doen, misschien. We zullen zien. We zullen zien, we gaan elkaar zeker vaak zien. Dank u wel voor uw bijdrage. Oké.